Hey yo mensen en welkom bij Vlogboek dag 3. Vlogboek! Even een applausje voordat ik het al 3 dagen volhoud. Thank you, thank you, thank you. Thank you. En vandaag heb ik wel wat leuks voor jullie. Want een dagboek, meestal schrijf je dat ongeveer in je bed. En beschrijf je ook een beetje hoe dat eruit ziet. En daarom ga ik jullie vandaag mijn kamer laten zien. Welkom bij Room Tour van Barend van Brink. Ook wel Almoes Normal NL. Oh, hier heb ik een leuke filmpje van. Ik ben de acteur. Van de buurt aan Mattie. Clipshoot. Barend van de Brink. Almoes Normal NL. Dankjewel Jordi. En nou, zullen we beginnen? Let's go. Oh, en trouwens. Let alsjeblieft niet op deze. Dankjewel. We beginnen natuurlijk op de gang. En zo ziet mijn deur eruit. Met fucking Naruto shit. Wat ik inmiddels niet meer kijk. Maar toen ik het, ja, cool, toen ik het keek, vond ik het wel cool. Dan hebben we hier zo. Zo'n Grieks oog. Die heb ik gekregen van een barman. Toen ik er was. Dankjewel Barry. Ik vond het heel nice. En wow, hier heb je mijn kamer. Wow, wow, wow. Dat was mijn vinger in beeld. Maar dan gaan we even verder met mijn kamer in. En we beginnen wel even met de andere kant van de deur. Want in de vorige video kon je dit zien hangen. En dan denk je, what the fuck. Maar dit hangt er volgens mij al sinds ik hier woon. En dit waren van buurjongetjes en meisjes. En ja, het was gewoon een beetje... Ik weet niet waarom het daar nog hangt. Oké, we gaan door naar deze kant van de kamer. Deze kant, ja. Ja, dit is mijn prullenbak die helemaal vol zit met ijsjes vooral. En koekjes. En hier, dit waren mijn fans die ik laatst gekocht. En dan gaan we nu door naar mijn soort van, ja, mijn kast. Ik ga er niet in kijken. Nee, het is namelijk niet echt heel bijzonder. Maar ja, niet heel bijzonder. In ieder geval mijn pettencollectie en D-squared. Dit patch heb ik in Curaçao gekocht. En dit is waar ik heb gewerkt op Curaçao, het CDTC. Nog een patchje. En nog een patch, een Mercedes patch natuurlijk, kan niet missen omdat ik bij Mercedes werk. En mijn laatste patchje. Ik denk dat ik zo vast wel allemaal een keertje opdoe in mijn vlogboeks, maar dat zien we dan wel. Hier heb ik mijn luchtjes en mijn deo. En dan heb ik hier een fucking epische safari hoed die ik ooit tijdens het uitgaan een keertje heb gekocht. En nu heb ik hem en ik vind hem eigenlijk best vet, dus deze houden we even op. Oké, dan gaan we naar de stoel. De stoel. Dit is vast wel herkenbaar. De stoel met de kleren erop. En er hangt hier echt een veel te lijp jasje. Dat komt omdat ik een videoclip wil gaan schieten binnenkort. En die hangt er nu alweer een tijd. En binnenkort begint binnen lang te worden. En dat is wel een beetje irritant. Nou, hier heb je mijn wekker. Die heb ik eerst ergens anders staan. Maar hier heb ik hem nu staan omdat ik er nu wel uit moet. En mijn andere camera. Een stabilizer en gewoon wat camera gear ligt hier op de grond. Een klerenhanger. En dan spiegelkast nummer 2. Ik zie er trouwens echt heel netjes uit. Dat komt omdat ik gewoon van werk kom en ik moet een beetje netjes zijn. Een beetje casual. En vandaag had ik iets bijzonders waardoor ik, ja, wel wat netter moest dan normaal. Maar ja, vandaar. Nummertje 2. Het is niet heel bijzonder als we hier helemaal naar beneden gaan. Oh, jezus, flikker bijna op de grond. Dit is mijn doos vol met Hot Wheels, die eigenlijk ook wel overal een beetje in mijn kamer liggen. Dit was vroeger echt mijn shit, mijn jam gewoon. Kijk hoeveel er ook zijn. Het is echt, ja, dit was echt mijn shit vroeger. En ik vind het gewoon nog steeds wel heel hard lijp. En ik heb hier gewoon fucking Dragon Ball Z-poppetjes, gek. Doet me niks. Niemand die me pakt. Oké, hier heb ik mijn nachtkastje met een beetje random zooi erop. Een horloge. En dit is een echte. Dit is een echte Shenzi. Ik vind het wel een mooi horloge. Maar ja, het is gewoon een ding van 10 euro van AliExpress. En het bandje begon los te raken. Dus toen heb ik een echt horloge gekocht laatst. En daar ben ik wel blij mee. Het lijkt een beetje op een Rolex. Maar het is gewoon het Submarine model. Wat ik echt fucking vet vind. Invicta. Niet het duurste merk. Maakt ook helemaal niet uit. Het gaat om hoe mooi je het vindt. En deze vind ik mooi. Dan gaan we door. Dit is gewoon mijn bed. En mijn bed heeft best wel een vet feature. Wow, yo, gek. Ik heb van die fucking lampjes. Oh, wacht. Ik gelijk even de thumbnail.
dat is dus het special feature van mijn bed. Het is trouwens gewoon heel simpel. Ik heb gewoon een paar ledjes eigenlijk gewoon hier zo onder op de grond gewoon neergepleurd. Eigenlijk had ik ze eerst opgehangen, maar ze vielen elke keer naar beneden. Dus ik had het gewoon maar laten liggen en ik dacht van ja, weet je, laat me lekker boeien. Nou, hier ligt dan mijn laptop op zo'n dingetje, omdat ik hem dan makkelijker op mijn benen kan doen als ik in mijn bed lig en op mijn laptop wil zitten. En dan zijn we aangekomen tot de main experience, mijn setup. Wat eigenlijk ook niet heel bijzonder is en ik zal er ook niet heel te veel over zeggen, behalve dat er echt best wel wat troep ligt. Allereerst natuurlijk mijn DX Racer, kan niet vergeten worden, verjaardagscadeautje, nog steeds beste verjaardagscadeau ooit, dat is niet helemaal waar, maar alsnog, ik zit er echt super chill op en ik ben er zo helemaal ingegroeid. Dan hebben we hier nog steeds dezelfde computer die ik echt al sinds het begin van mijn YouTube kanaal heb gebruikt. Inmiddels zijn de specs wel anders geworden, ik weet dat allemaal niet uit mijn hoofd, het is in ieder geval een i7 en het heeft een AMD Radeon 7950, die boeit het ook wat er in mijn computer zit. Een koptelefoon, een PlayStation met PlayStation VR. En het is echt, dit is best wel vet. Alleen ik heb hem gekocht voor eigenlijk net iets te veel geld. En ik doe er eigenlijk net iets te weinig mee. Als jullie nog vette games weten voor dit, zeg het dan tegen me alsjeblieft. Dan heb ik ook nog een PlayStation 2. En daarmee daar doe ik ook eigenlijk allemaal gewoon spellen mee. Hier liggen gewoon wat random spellen. Ik heb nog meer spellen op de gang liggen. En noemen we hem weer eventjes dicht. Dan heb ik hier mijn Samsung C01U. Ook al ongeveer sinds het begin. Mijn best wel grote muismat, wat super chill is. En mijn muis, Logitech G302. Een maand later kwam de G03 uit en G303. En die had alle lichtjes, dus dat was wel balen voor mij. En dan heb ik hier mijn Razer ding, dat Chroma Edition. Ik weet even de naam niet. Nou, daar heb je mijn favoriete hot wheel alle tijden liggen. Don't ask me why. Een heel schattig babyfotootje van mij. Nog een horloge, mijn Casio die ik altijd op had. Een gele bril. Sultana's. Wat Sprite, want ik kom net van werk, dus ik had even wat drinken. Mijn doppie. Twee ringen die ik super goedkoop had gekocht. En dan hier chips, snoep en wat kauwgom. En hierboven de fucking vette tekening die Christel ooit voor mij heeft gemaakt. Maar naast dat heb ik natuurlijk ook nog gewoon mijn twee beeldschermen. Maar ja, dat kon iedereen wel zien. Het zijn gewoon twee 24-inch monitoren. En een dagboek ziet er ook altijd speciaal uit. En mijn dagboek ziet er zo uit als dit. Een Panasonic GA4. Een Rode microfoon. Rode microfoon. En een Gorilla tripod. Zo, nou dat was hem alweer, mijn roomtour. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden vandaag. Nu weten jullie een beetje hoe mijn kamer eruit ziet en vanaf waar ik het meeste video's zou maken. Natuurlijk ga ik ook wel mijn kamer uit, want het is niet dat ik hier als enige wil blijven zitten. Ik wil en kan alles gaan doen met mijn vlogboek en dat is ook wel wat ik wil gaan doen. Ik hoop dat jullie deze vlogboek wel weer leuk vonden. En doe dan even een blauw duimpje omhoog, want ik vind het ook leuk om te zien dat jullie het leuk vinden. En verder wil ik natuurlijk ook zeggen, abonneer even op dit kanaal en weet zeker dat je up-to-date blijft, want elke dag een video, het is wat, maar het komt eraan en we gaan het doen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en ik zeg like, abonneer, reageer en tot morgen bij een nieuw vlogboek.